Wat heb jij met Rotterdam? Ja, met Rotterdam op zich eigenlijk helemaal niks. Maar met de Rotterdamse zesdaagse wel heel veel. Ik heb hem in 2012 al eens gewonnen. En ja, dat wil ik graag nog een keer overdoen. Want het is voor Nederland de mooiste zesdaagse die er is. Maar waarom? Ja, omdat het in Ahoy is. En Ahoy heeft een traditie. En ja, het zit goed vol. En ja, dan wil je al graag winnen. Je rijdt met Maurits. Tevreden daarover? Ja, ik heb er in Amsterdam ook mee gereden en dat ging eigenlijk elke dag een beetje beter. Dus ik hoop eigenlijk in Rotterdam dat we vanaf dag 1 er staan. Als je het rennersveld bekijkt, ik weet niet of je het bekeken hebt, hoe vind je het rennersveld? Sterker dan de andere jaren, denk ik. We hebben nu Morkov erbij met Rasmussen. En ik denk dat ja, voor ons is het eigenlijk minder leuk, want het is wel een heel sterk koppel erbij. En ja, die gaan heel gevaarlijk zijn. Als je jezelf inschat, hoe zijn jullie kansen? Ja, normaal zitten we een beetje bij de eerste 5 koppels. En misschien zelfs al 6. Dus het kan alle kanten op. Het is een open strijd, denk ik. Als je het even bekijkt, wie is jouw favoriete koppel? Ja, dan toch Morkov met Rasmussen. Waarom niet bijvoorbeeld de winnaars van vorig jaar, Terpstra, Keizer? Omdat Morkov en Rasmussen in mijn ogen beter zijn.